Op internet is het programma Tafeltennis Today te zien. Coach René Daniels vertelt over zijn club Heerlen. En het praten maakt behoorlijk dorstig, zo blijkt. Jouw club Heerlen, we hebben laatst op Nieuwsuur een soort mini-documentaire gezien. Wat ik heel jammer vind, is dat er niet een aantal clubs zijn die boel willen overnemen. Is het niet willen of niet kunnen overnemen? Niet willen en ik denk ook... Zullen we toch even nog naar een klein stukje kijken, volgens mij uit de uitzending van Nieuwsuur? Geen probleem. Hoe ziet de toekomst eruit? Voor het Nederlands tafeltennis? Ik zal me in dank afgenomen worden als ik dit zeg, maar heel somber. We hebben een aantal talenten, zoals Britt Eerland. Maar dat zal hoogstens top 20 Europa worden, denk ik. Nou, dan doe je het uitstekend en heeft een wereldprestatie geleverd. Een bekend fenomeen tijdens Amerikaanse sportwedstrijden is de kisscam.